Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Een lage drukgebied ligt boven het noorden van Frankrijk en wij bevinden ons aan de flank daarvan met hier en daar nog wat stapelwolken waar de zon ook af en toe tussendoor schijnt. En ook vanavond hebben we een mengelmoes van wat wolkenvelden en een paar opklaringen met een temperatuur van ongeveer 5 graden. In de nacht gaat de temperatuur verder omlaag en dan koelt het af tot dicht bij het vriespunt, maar blijft waarschijnlijk wel boven nul. In de loop van de nacht neemt in het westen van het land de bewolking alweer toe op nadering van een storing. Daarvan hebben we morgenochtend nog niet veel last, met in het zuidoosten misschien nog wat zon. Maar in de loop van middag en avond gaat het flink regenen. En dan is het 6 tot 8 graden en staat er bij zee een harde wind, windkracht 7. Donderdag draait de wind naar het noordwesten, neemt wat af. Het is buiig met tussendoor wat zon en een graad of 8. Daarna gaat de temperatuur langzaam omhoog, met vrijdag waarschijnlijk een droge dag en zaterdag weer kans op een beetje motregen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.